Welkom bij de uitzending van de herdenkingsdienst in de Andreaskerk. Als gevolg van het coronavirus is de herdenking dit jaar anders dan andere jaren. Dankzij de medewerking van Radio en Televisie Hattem, andere uitvoerenden en kerkbestuur is het toch mogelijk ook dit jaar weer in de Andreaskerk te gedenken en te herdenken hoe wij in vrijheid mogen leven en werken. Ook in Hattem, en dit moet ons dankbaar stemmen. Het comité 4 en 5 mei wenst u een zinvolle herdenking toe. Sinds kort woon ik met mijn gezin vlak bij de Vuursteenberg hier in Hattem. Elke keer als ik daar langs huizen Richmonde kom, denk ik aan het verhaal van de verzetsgroep in de oorlog. Er woonde in dat huis een oude pastoor. De verzetsmensen verkleedden zich als paters en nonnen. Dan leken ze op kloosterlingen en vielen ze niet op. Ook neergestorte Engelse piloten kregen een monnikspij aan om hen zo uit handen van de Duitsers te houden. Het statige huis heeft het allemaal gezien en herbergt nog vele verhalen en herinneringen. En als ik dan zo langs dat huis kom, vraag ik me af of ik zo dapper zou zijn geweest. Onverschrokken genoeg om krantjes rond te brengen, in verzet te komen of Joodse buren onderdak te geven. Of zou ik stil blijven en hopen dat de immense oorlogsstorm snel zou gaan liggen? Hier in Hattem kennen we indrukwekkende verhalen uit de bezettingstijd. Van hulp aan geallieerde piloten tot aan het drukken van voedselbonnen. Het is belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden, opdat wij niet vergeten. En daarbij gaat het om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook om verhalen over onderdrukking en oorlog uit een recenter verleden. Straks kunt u luisteren naar de verhalen van Arend van Wijk en Henk Nagelhout. Beide heren vertellen hun verhaal dat levend is en moet blijven. Voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep
sprak tijdens de Nationale Holocaustherdenking op zondag 31 januari in het Amsterdamse Wertheimpark. En zij zei daarbij: blijven luisteren naar persoonlijke verhalen die op dagen als vandaag worden verteld, hoe pijnlijk ze ook zijn. Omdat ze ons leren hoe belangrijk het is om, onder welke omstandigheid dan ook, je hand uit te steken naar de ander. Je bent altijd in staat een keuze te maken. Terugdraaien kun je de tijd niet. Je kunt je wel wapenen tegen de ondermijning van een rechtsstaat en democratie. Door altijd kritisch na te denken, zelfstandig keuzes te maken en je niet te verschuilen achter het systeem. Einde citaat. Onze voormalig Kamervoorzitter mevrouw Ariep zegt het heel mooi. Je bent altijd in staat zelf keuzes te maken. Je hand uit te steken en om te zien naar je naaste. Blijf kritisch en maak je zelfstandige keuze. Voor sommige keuzes is echt moed nodig, zoals de oude pastoor deed in Huize Richmonde. Vrijdag 16 april waren groep 7 en 8 van de Vlonder bij mij op het stadhuis. Ze kregen daar de instructies voor de puzzeltocht langs de monumenten en stolpersteinen in onze binnenstad. Michiel en Lisette vertelden over hun overgrootoma en oma, die hen uit eerste hand verhalen vertelden over hun eigen oorlogservaringen. Zij vertelden ook dat hun oma's het best moeilijk vonden om erover te praten. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Bij veel dingen die in de oorlog zijn gebeurd, of nu in oorlogsgebieden nog steeds gebeuren, kunnen wij ons gelukkig weinig voorstellen. Daarom is het des te belangrijker dat wij de verhalen blijven horen en blijven herdenken. Wij mogen dankbaar zijn dat er ook nu nog mensen zijn, zoals Arend van Wijk, die de keuze durven maken om dienstbaar te zijn aan ons land en onze naasten. In het besef dat daar tegenover wellicht een hoge prijs staat. Het biedt ons hoop en vertrouwen. Laat de verhalen levend blijven, zodat wij ons bewust blijven van de keuzes die wij altijd zelf kunnen en hopelijk durven maken. Zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, haar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zo de zon je strelen, zal de wereld weer een speel. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein.
tijden zijn verstreken, de jaren gaan voorbij. Dit land dat wil ik houden, dit land dat blijft van mij. Vele mensen zijn beschoten, die je jaren hebt gekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je Eind februari 2019 is mijn vader geïnterviewd over zijn puberteit in de oorlog. Met als doel om dat voor te lezen tijdens de 4 mei herdenkingsdienst. Maar het mocht niet zo zijn, mijn vader is 28 maart 2019 overleden. Ik was bij dat interview en daarom lees ik dat nu voor. Mijn vader is geboren op 26 februari 1926 en was 14 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En hij vertelde: in de tijd die voorafging aan deze oorlog merkte je als kind daar weinig van. Geen waarneembare spanning of dreiging van een mogelijke oorlog. Daar was je niet mee bezig. Veel nieuws, als het al was, werd gekleurd door de neutraliteithouding van de overheid. Uitgebreid nieuws op allerlei media zoals er nu is, was er niet. De enige radio die in huis aanwezig was, stond vaak niet aan. In het geval dat er wel naar geluisterd werd, was het zenderaanbod zeer beperkt. Bepaalde zenders waren zelfs taboe. Via een door mijn broer Dries zelfgebouwde kristalontvanger hoorden we door de koptelefoon wel eens een nieuwsuitzending over wat er gaande was in Duitsland, maar dat had niet onze interesse. We luisterden liever naar de uitzending van de bonte dinsdagavondtrein van de VARA, een van de taboezenders. Echt bewust de vooroorlogse periode beleven was er niet bij. Ik merkte ook niks van de spanning bij mijn vader of moeder. Dat ze zorgen hadden over het bedrijf en kansen op het werk. Ook zij dachten dat er niets mis zou gaan. Dat werd mij pas later duidelijk. Echter op 10 mei 1940, 's morgens om 6 uur, werden de bruggen over de IJssel opgeblazen. De spoorbrug eerst en toen de andere. Om 10 uur ook nog de kanaalbrug. Het geweld van die explosies kwam als een drukgolf recht op Hattem af. En bij ons vlogen alle ruiten uit de sponning en er was veel schade. Nog diezelfde dag gingen we op evacuatietransport. Spullen opladen op een platte handkar en via Molenkaten en onder andere de Keizersweg gingen we naar Wezep. Vandaar werden we weer doorgestuurd naar Oldebroek. Bij het vertrek uit Hattem zie ik tussen alle beschadigingen aan de muur nog het zendingsbusje hangen. Er zat geld in en het was niet op slot. Op de tweede Pinksterdag mochten we weer terug naar Hattem. Via Wezep de kar weer opgehaald. Thuisgekomen bleek het zendingsbusje er nog steeds te hangen en het geld zat er ook nog in. Ik kende ook enkele leeftijdsgenoten van Joodse afkomst. 2 jongens van de familie Salomon van Gelderen. Als gevolg van de Jodenvervolging zijn onder andere ook deze leeftijdsgenoten ondergedoken geweest op het terrein van Molenkaten. Later zijn ze toch in handen gevallen van de Duitsers als gevolg van verraad. Hoe het met hun toe ging, was voor mij onbekend. Een andere Joodse inwoner die ik nog herinnerde was Joop Rozenbrand. Een handelaar in kleding die met een bakfiets met een motor zijn handel aan de man bracht. Wat er van Joop geworden is, weet ik ook niet. Het bedrijf Nagelhout ging toen min of meer gewoon door gedurende de Duitse bezetting. Veel zaagwerk en houtwerk werd verricht voor schepen, dekluiken, zwaarden en kajuiten. Ze werden gemaakt van hout uit de bossen van Molenkaten. Ik was toen al werkzaam in het bedrijf, want na de lagere school was het voor mij wat duidelijk, schoolgaan was niets voor mij. Ik was 13 toen ik met werken begon bij mijn vader. We zagen ook veel bomen, onder andere fijnsparren rond de sportvelden aan de Moslaan. Het hout werd gebruikt vooral de laatste jaren van de oorlog bij de bouw van loopgraven. Met enige regelmaat werden we gevorderd door de militaire bezetters. Dat liep via de gemeente. Die deed dan in opdracht van de organisatie TOT.
Dat was een organisatie die genoemd was naar ingenieur Frits Dodt, die als lid van de nazi-partij ook de opdracht kreeg om de Duitse autobaannet te bouwen. Later werd hij belast met de bouw van de zogenaamde Sigrid-lijn, de verdediging van Zwitserland tot aan de grens van Luxemburg, ook wel de Westwal genoemd. Die gemeentelui waren voor ons toch wel erg brave mensen, vond ik, meelopers. We kregen ook een keer ergens in 1944 de opdracht om hout af te leveren voor de Duitsers die gelegerd waren in Deurningen, op het militaire vliegveld vlakbij de Duitse grens, samen met Jan van den Berg en een Duitse soldaat. 4 dagen met paard en wagen waren we onderweg, via Nijverdal, waar we bij de NS-boer konden overnachten. Nou. Tijdens die tocht was het vooral link in open terrein. Engelse jachtvliegtuigen waren erg actief in het beschieten van alles wat maar enigszins verdacht leek. Met enige regelmaat was het toch van je wagen afspringen en dekking zoeken in een berm of slootkant. Vaak gingen de paden op de loop en dan was het weer lang zoeken voordat je paard weer terug kon vinden. Alleen in de bossen voelde je je veilig. Op die tocht werden we ook nog geconfronteerd met een zwaar bombardement op de spoorwegovergang bij Nijverdal. Spannend, dat was het wel. Voor ons was het als 17, 18-jarige toch wel een avontuurlijke tijd. Een ander spannend moment beleefde ik tijdens het transport van appels. De boeren aan de Werverdijk bij Marle hadden een overvloed aan appels. Ik heb toen een platte kar geleend bij Jan Spannenberg, waar kisten bij elkaar geschadeld en transporteerde maar. Tot mijn grote schrik kwamen bij enkele Engelse jachtvliegtuigen zo onverwacht laag aan dat er geen tijd meer was om weg te komen. Maar gelukkig is er niks gebeurd. Ze hebben wellicht gezien wat voor een transport het was. Ook moesten we zakken met steenkolen halen uit Apeldoorn. Ook weer door de gemeente opgedragen transport. Op de terugweg ben ik door het trage tempo van 5 km/u in slaap gesukkeld en koos mijn paard een eigen route. Controlerende Duitsers zagen dat als sabotage, maar gelukkig liep het goed af. Tijdens het afladen van een grote zak steenkool heb ik die een verstopt in een rek onder de kar. Ik heb geleerd, gij zult niet stelen, maar toen had ik daar even geen problemen mee. Het echt het meest spannende en avontuurlijke beleefde ik bij het ophalen van een fles bakolie. Dat was te halen bij Visser bij de Berghuizen. Daar waren onderduikers bezig met het persen van onder andere olie uit beukennootjes. Ik had me nauwelijks een fles uit handen gekregen van een van de onderduikers, tot mijn verbazing meester Van Dalsen van mijn lagere school. En toen ik net op de fiets gestapt was, verschenen daar 2 landwachten die me wilden aanhouden en controleren. Ik heb nog nooit zo hard gefietst van mijn leven. Er werd me scherp geschoten en ik hoor, als ik er nu aan terugdenk, nog de kogels om mijn oren vliegen. Maar ik ben wel ontsnapt. In de oorlog moesten veel Nederlanders hun radio en fietsen inleveren bij de bezetter. Ik leefde op opdracht van mijn vader een kapotte radio in, bij Villa Veldzicht waar de Duitse commandopost was. Mijn fiets werd niet gevraagd en gedurende de oorlog reed ik op een prima fiets rond. Notabene met luchtbanden van Batavus. Gelukkig gekregen door het leveren van op maat gezaagd beukenhout dat werd gebruikt voor schaatsen. Batavus maakte toen ook nog schaatsen naast de bekende fietsen. In de periode van de zogenaamde hongerwinter herinner ik me de voedseltochten. Mensen uit het westen van Nederland waren hard op zoek naar levensmiddelen. Ze kwamen langs Hattem over de dijk. We hadden in die tijd dagelijks gemiddeld 15 man aan tafel. We konden ze ook nog tarwe en roggen meegeven. Maar om dat te doen, stal ik rollen prikkeldraad uit het militaire depot die ik ruilde voor tarwe en roggen bij de boeren in de omtrek. Bij de grote razzia van 1944 zochten de Duitsers naar mannen om voor hen te werken aan de verdedigingswerken langs de IJssel. Daar had ik geen zin in, dus ik verstopte me in het hooi. Maar ik werd toch echter gevonden. Tegelijkertijd vonden de Duitsers bij ons op de zolder een grote lading klompen, een illegale voorraad. We hadden er geen papieren voor, bovendien was het allemaal van neuteboom. De Duitsers drongen ons de klompen aan de dijk te brengen en gratis weg te geven. En er stond een groot bord met opschrift gratis klompen. Ik stond daarbij als een soort schandpaal. Later werd ik naar de markt gebracht en daar vandaan naar het kleine veer.
Ik werd aan de Zwolse kant van de IJssel aan het werk gezet om rietvelden plat te slaan en loopgraven te gaan maken. Op het land van ene de Lange, een SS-boer. Maar we saboteerden de boel wel door onze schoppen met enige regelmaat in de IJssel te gooien. Dan konden we ineens niet meer werken. Een bijzonder moment uit mijn leven beleefde ik met drie vrienden. Henk Visser, Berend Broekhuis, Arie Rauw en ik hebben meegewerkt aan het verstrekken van inlichtingen van de geallieerden die tegen het eind van de oorlog in Zwolle aangekomen waren. Berend zwom de IJssel over om uit te leggen waar de afweergeschut van de Duitsers verstopt was. Voor de laatste periode van de oorlog herinner ik me grote luchtvloten van jachtbommenwerpers en jachtvliegtuigen. Later nog de grote escades van de B-24 bommenwerkers die overvlogen voor grote bombardementen in het Ruhrgebied en de grote Duitse steden. Toch was al met al de oorlog een heel vervelende tijd. Ik moest elke avond om 8 uur binnen zijn. Uit verveling ben ik toen nog wat taalkursussen gaan doen. Dat de vrede kwam, was een grote zegen.
Elk jaar op 4 mei om 8 uur 's avonds ben ik even weer daar. Daar waar we 14 jaar geleden naartoe gingen. Oeruzgan, 7000 kilometer verderop. Daar in de woestijn, in het zand, tussen de stenen en de rotsen. Daar waar ik mij even in de middeleeuwen waande. Waar de boeren nog met de hand het land bewerken. Daar waar de kinderen stenen als speelgoed hebben. Waar de huizen kwala's heten en van poep, klei en modder gemaakt zijn. Daar waar de mensen continu onderdrukt worden door een terroristische organisatie. Daar waar de mensen gaan slapen als het donker wordt en wakker worden als het licht is. En daar waar alles vandaag niet gebeurt, morgen wel komt. Daar waar amper medische voorzieningen zijn en de levensverwachting nog geen 65 jaar is. Daar waar als je 's avonds de straat op gaat, kans loopt om neergeschoten te worden. Daar waar de meisjes niet naar school mogen. Waar de mensen leven bij de dag. Daar waar wij de bevolking wel even zouden komen helpen met opbouwen. Daar waar wij waterputten zouden slaan en wegen zouden aanleggen. Maar ook daar waar wij 18 tot 20 uur per dag aan het werk waren. Waar je geen tijd had om ziek te zijn. Waar ons werk, onze wederopbouw, moeilijk werd gemaakt door de Taliban. Daar waar wij vele bermbommen tegenkwamen en de meeste gelukkig gevonden werden. Maar ook daar waar in de nacht van 26 augustus tijdens een nachtelijke operatie een explosie de stilte van de nacht vulde. De explosie waarbij Martijn om het leven kwam nadat er een bermbom afging. Daar waar we op 19 en 20 september continu in een vuurgevecht zaten. En in dat vuurgevecht Tim om het leven kwam. Daar waar we samen in de shit zaten. Waar een vuurgevecht meer regel dan uitzondering was. Daar waar we na 5 maanden met 2 man minder terugkeerden. Daar waar wij streden voor een veiligere wereld. Daar ben ik. Op 4 mei om 8 uur 's avonds. En dan denk ik aan Martijn en aan Tim. En aan alle andere militairen die omkwamen voor onze vrijheid. Waar ook ter wereld. En dan ben ik, op 4 mei, oprecht dankbaar voor de vrijheid waarin wij vandaag de dag mogen leven.